Ongeveer een jaar geleden begon ik met het maken van dit soort video's, dus vlogs en tutorials. En mijn eerste tutorial die schoot ik in Tromsø in Noorwegen. Ik zal een klein stukje van laten zien. Ik sta hier in Tromsø, Noorwegen. Een van de meest mooie plekken om het pollicht te fotograferen. Het is behoorlijk koud. Een jaar lang video's maken, dat moet natuurlijk gevierd worden. We staan op Schiphol en wij vliegen via Oslo weer naar Tromsø. Een uur later dan gepland, maar we zijn geland. Het is inmiddels licht. We hebben geslapen in het huisje nabij Tromsø. We gaan nu boodschappen doen, want bij een feest vieren horen natuurlijk een aantal dingen. Wat te drinken, wat te eten en hopelijk vanavond als klap op de vuurpijl het pollicht. We zijn binnen, op naar het huisje. We zijn teruggereden naar de cabin waar wij verblijven. Ik zal even eromheen lopen. Achter mij de cabin en voor mij het uitzicht. Alleen voordat wij hier vanavond kunnen staan in de sneeuw, moeten we wel even voorbereiden. Voordat we er al de hele tijd doorheen zakken. Dus ik pak even de sneeuwschep erbij. Jelle is vast begonnen. Ik zal de camera neerzetten en ik ga... Het plekje is klaar. We zijn er klaar voor. We hebben een mooie egale sneeuwvloer hier. We hebben net een pizzaatje gegeten. We hebben pollicht. Weet je? Nou, wat een toeval. Dus eigenlijk alle benodigdheden om een jaar lang vloggen te vieren. Alleen het is toch wat koud. Ja? Het is een beetje koud aan de voeten. Weet jij er nog wat op? Ik heb nog wel een oplossing. Dat zie je in de volgende vlog.